Mijn naam is Henk Brink, gedeputeerde van de provincie Drenthe met onder andere economie in de portefeuille. Vandaag spreek ik hier als voorzitter van Genport Europe. We zijn hier om de aftrap van de meet and greet voor de green industry te doen. Aanleiding is natuurlijk een aantal agenda's die op dit moment allemaal het licht zien. Aan de ene kant de industrieagenda Groningen, maar ook de Drentse agenda zal binnenkort het licht zien. We hebben een onderwijsagenda vanuit de kennisinstellingen, vanuit de RUG, van het mbo en het hbo. Kijk even naar de ontwikkelingen die ook hier in Emmen gebeuren. We kijken naar een universiteit van het noorden. Hoe kunnen we elkaar nog meer versterken om onderwijs en kennis en het bedrijfsleven bij elkaar te brengen? Vergroening van de industrie. Zie wat hier gebeurt. Maar zie ook hoe in Europa men daar juist aan getrokken wordt. Europa zet echt in om vergroening van de economie. Dat zien we terug in de voorwaarden die ook zijn voor de Europese fondsen. Vanuit de EFRO-middelen, maar ook vanuit RRF, vanuit Recovery and Resilience Facility. Dat zijn fondsen die echt geschikt zijn om nu met elkaar de stap te maken. Alles komt bij elkaar, alles komt vandaag ook bij elkaar. Ik hoop dat deze meet and greet voor de green industry iedereen brengt wat men ervan verwacht. Maar dat we samen het cluster sterker maken. Er gebeuren hier fantastische ontwikkelingen. Genport Europe wil daar graag een rol bij spelen. Kijk naar de agenda's die er liggen. Circulair is heel belangrijk. De circulaire economie krijgt een boost. Er zijn projecten als het Schone Noorden, die over de drie noordelijke provincies uitgerold worden. Maar kijk ook bijvoorbeeld naar de suikeragenda, die kansen biedt. We hebben een groot agrarisch achterland. De grootste suikerverwerkende industrie zit in Groningen. Hoe kunnen we nou met elkaar dit tot wasdom brengen? Hier in onze regio, hier in Genport Europe regio. Ik wens iedereen vandaag op deze meet and greet een fantastische bijeenkomst toe. En laten we gezamenlijk onze regio nog sterker maken. En ik wens u een fijne bijeenkomst toe.